In de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp hoorde Guillermo B. en Moreno B. vanmorgen dat zij schuldig zijn aan de moord op advocaat Dirk Wiersum, 2 jaar geleden in Buitenveldert. Een liquidatie die de samenleving schokte en waar zij 30 jaar voor de cel in moeten. Met de bestraffing van en beoogde rechtbank eraan bij te dragen dat ook anderen ervan worden weerhouden om voor de geldige beloning te fungeren als hitman. Elke moord is erg. Deze huurmoord op een advocaat, een dienaar van de rechtsstaat, is nog erger. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het grote Marengo-proces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi. Mede daarom was de eis van het OM met levenslang nog hoger. Toch is justitie tevreden. Omdat het gaat om de hoogste tijdelijke gevangenisstraf die is opgelegd, 30 jaar. Dat is een mooi resultaat als je inderdaad kijkt naar de jurisprudentie, waarbij het gaat om een enkelvoudige moord. Dus wat dat betreft is het Openbaar Ministerie tevreden. Dat geldt niet voor de advocaat van Moreno B., die door het OM werd gezien als de vermoedelijke schutter. Ik ging voor vrijspraak en ik sta nog steeds achter de standpunten die toen naar voren zijn gebracht. Namelijk dat met dit dossier en met dit bewijs niet gekomen mag worden tot een bewezen verklaring. Maar de rechters zagen wel vele bewijzen dat de tweede moord grondig en langdurig hadden voorbereid. En in deze vluchtauto werd hun DNA aangetroffen en ook bloed van Dirk Wiersum. Maar wie nu uiteindelijk schoot en wie de witte Opel Combo bestuurde, dat blijft de vraag. Deze mannen hebben met z'n tweeën deze daad uitgevoerd. En wie degene is geweest die uiteindelijk heeft geschoten, is voor de strafwaardigheid niet relevant. Dan zeg ik, dan moet je extra voorzichtig zijn. Ik heb dat nooit gezien als bestuurder van die auto. Is dat gezien als bestuurder van die auto. Dus hij zegt, DNA zat er wel in natuurlijk. Ja, inderdaad, zijn DNA met hem. Ik geloof in het DNA van 20 personen. Er zijn geen 20 schutters in deze zaak. Onduidelijkheid is er ook nog steeds over het precieze doel van Guillermo B. en Moreno B. Zij wisten dat Wiersum advocaat was, maar niet is bewezen dat zij wisten dat Wiersum ook de advocaat van Nabil B. was. Nee, uit het dossier is niet gebleken dat deze huurmoord is gepleegd omdat de heer Wiersum de advocaat van de kroongetuige was. Beide mannen hebben niet willen verklaren over het motief. En de rechtbank zegt dat het enige denkbare motief geldelijk gewin is. Ze wisten wel dat het een advocaat was met een jong gezin. Klopt, dat is wat er gezegd is door de rechtbank. Klopt, en de vraag is, raakt mij dat extra? Dan zeg ik, elk levenslicht raakt mij. Ik ben mens. Maar dat wil niet zeggen dat als iets mij raakt, ik dan van mijn kant geen verdediging voer of kan voeren. Zowel de verdediging als het OM hebben nog 2 weken de tijd om eventueel hoger beroep in te stellen. Het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord loopt nog.